In Amsterdam gaat het bergafwaarts met Arjan. Het gaat niet goed. Er moet gesproken worden. Hey. Hey. Ik denk dat we even moeten praten, want ik heb weer een paniekaanval gehad. Oh, joh. Dus, Kom even bij je zitten. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, ik voel het gewoon niet. En ik zie het niet en ik voel het niet. En ik raak helemaal in paniek. Ja, dat is niet goed. Nee, dus we moeten ook even kijken van... Dat we nu lekker naar huis gaan. Ja. Echt even mijn rug spas. Maar ik weet even niet hoe het verder moet. En ik had Snap het heel ik. Graag anders gezien. Ja. En ik gun het jou, ik gun het mij. Ik ben helemaal... Het ging gewoon helemaal mis. Ja. Ik ben gewoon echt in paniek. Ja. Omdat ik iets wil voelen of ik wil iets vinden wat ik niet vind. Ik zit zoveel dingen in mijn hoofd. Weet je wel, hoe ik het wil en hoe ik het dacht en hoe ik het vond. Maar het heeft niks te maken met jou. Het is echt meer nu even dat ik zie gewoon niet... Hè, weet je, ik zit de hele tijd met de fiddle aan de ring, zo, omdat ik het wil voelen. Maar ik zie ons gewoon niet. Mijn gevoel zegt nu, ik ga jou met rust laten. Ik denk dat het nu het beste is dat ik even niks doe. Ja. En het vooral ook al even bij jou maar neerleg. Jezelf, En denk nu ook vooral gewoon even aan jezelf. Ja, dat ga ik doen. Oké. Okay. Hij spreekt ook uit, ik ga dit even zelf doen. Dus hè, ik ga mijn rust pakken. En ik word ook wel uit mijn comfortzone gehaald... dat ik nu ook even niks voor hem kan betekenen. Dus dan had je je koffer al gepakt? Okay. Ik heb het al gepakt, ja. Ja. Dan ga ik het wel pakken. Ik respecteer zijn keuze, maar ook dat doet weer iets met mij. Omdat ik eigenlijk wel had verwacht, als tegenslagen komen... dat je daar ook samen doorheen gaat. Maar dat doet wel iets met me, ja. Oké, dan kunnen we gaan. Ja, dankjewel. Ja. Nou, we gaan er vandoor. Pas goed op jezelf. Oké. Okay. Pak je rust. Komt goed. En als je me nodig hebt, dan weet je me te vinden. Dan bel ik je. Ja? Oké. Okay. Zien elkaar later. Doei. Ik ben heel blij dat ik even naar huis kan. Ik denk dat het even heel goed is. Ook even weer bij mijn vrienden te zijn. Even te ventileren, toch? Het is een hartstikke lieve jongen. En dan markeert aan hem helemaal niks. Alleen, hij is niet voor mij. Ik kan echt zeggen 100% niet. Maar hij zegt, ik heb het wel even heel moeilijk. Moeilijker als dat ik het aan hem ook zeg. Want ik vind dat verdient hij ook niet. Dus dat is mijn onderzoektocht.